helemaal ergens van onder de indruk. Nou nee. En zo die stal in. Oh, hier is de eten in het bed. En dan na het eten verrek ik de kantine. Ja. Ja. Wij zeggen ook wel eens jongens hoor, tegen onze merries, dus. Doe maar even mee. Ja, nou, als ik tegen de kinderen in de klas zeg, jongens, nou luister. Ja. En dan zitten er ook 5% meisjes in, dus. Nou, ze zijn lekker blij. Nee, dat is een bak voor toch? Oh, oké. Okay. Mag jullie niet uit. Nee hoor. Eind van de week is hij weer aan de beurt. Dat lijkt me niet meer. Dat hebben we gisteren wel zien. Ja, die blijft lopen. Die blijft lopen. Zo is ze gewoon. Dan kan die stap alleen al. Zo. Grote stap voorwaarts. Lekker, dat is het idee. Die vindt volgens mij niet ruimer leuk. Oh, dat is ook echt een beetje bij. Ja. Ja, dat kan ook wel. Dat is heel gezellig. Hey. Oh ja, Jack is echt zo goed, zak. Dit is echt, echt zo'n lulletje roze achter eigenlijk. Was hij bang voor dat zak? Ja. Doei. Ja, zo doei. Ik weet niet, ik denk dat ik eigenlijk nog een rondje loop. Ja. Lekker lopen. Lekker droog. Bij regen en wind. En denk ik aan een winterwacht. Dus als we straks allebei dezelfde wacht hebben, dan is het. Ja. Oh ja. Jack, dat is een merrie. Dit is Jack. Ja. Oh, dat wordt al wat. Hé, wat is het juist al? Dit is wel een goeie merrie. Ja. De bok, zo. Wat wordt die heen? We gaan ook voor het rijden even rondkijken. Nou ja, ik heb het goed. Ja, hij is wat een onrustig nachtje. Wij zijn de Jack ook gekocht. Ik kom en Jack ook. Je ziet het, je voelt het. Dat hebben ze allemaal, die chauffeurtjes. Dat heeft ook hun broertjes en zusjes. Die hebben ook allemaal zo'n
zo'n ding. Ik kan het niet doen, zeg. Nee? Maar niet waar. Ik kan het niet weten. Nee, ik ben zo bewust. Ga kijken. Ja. Wat is er allemaal aan de hand? Hè? Oh, ik kom ook nog even ja. Maar ze weten wel dat ze van ons de beurt zijn. Dus ze zitten nog niet elkaar weg te jagen van weet je aan de hier. Nee, dat niet. Hij gaat er weer. Ja, hij gaat rollen. Maar die kan haast niet rollen, hè? Nee. Zie je hem ook zo moeilijk doen? Ja. Wat gaat hij nou doen? Ja, hij kan niet goed door zijn been heen. Oh ja, jij zei al, hij laat zich in één keer vallen. Ja, hij heeft net gevallen. Hey. Ik doe het gewoon even zo. Nou. Ja, hij doet het dus heel best wel eng doet hij het. Oink. Maar het gaat, maar eerst was het nog aan, want soms deed hij het deed hij echt dat hij heel voorzichtig deed. Nee, daarom. Ja, gezondheid. Oh ja, daar gaan ze allebei. Ja. Ja, lekker. Ja, denk ik op zijn plek. Oh ja, tjoe, joh. Hoe bedoel je een kopie? Okay. Nou kijk, zij kan wat sneller doen hoor. Oh ja, toink. Snap je dat ik dacht dat het dezelfde hand was? Ja, ik had echt zo'n tweeëntje. Hoppa, nog een keertje om. Nou, oh, zo. Ja, wow. Zo. Dat is lekker. Ik denk dat alles goed gekeurd is hier. De bodem, de staal en de lucht. Die gaat binnen de weg van het varen. En dan blijft er alleen dit gebied van. En dan ik met Jack en Tristan. En vreet de paard. En dat is waar. De rest van het weg? Dan kunnen we weer van zetten met paarden. Wat doen we met jij ook? Kan je niet meer na vertellen. Nee, je bent niet bang en je hebt een feeling voor. Ik ben echt heel erg bang. Maar dat is zeker. Ja, het gaat me ook een keer duur komen te staan, dat denk ik echt. Ik ga niet meer niet bang was. Nee, maar weet je hoe vaak ik altijd geklapt ben? Ja, dat is waar. Ben je ziek, ik heb hier zo'n hechting, 20 hechtingen achter elkaar. Oh. Volgende boxen van 1,30 had ze glas. Zo. Zo. Ik ben gewoon doorgereden totdat iemand zei van ons, volgens mij gaat hij wat dan? Ja, zo zijn we moeder aangekomen. Dat is gewoon in het ziekenhuis. En die dag daarna gingen we op paardenweekend. Ik met knol mee, zwaar gekneusde pols had er vorm. Teugels in één hand, gingen we door het bos. Vol gas? Ja, echt dat je bij jezelf denkt. Was je dan heel onzeker? Ja, ik was 19 toen ik pas paardrijden. Ik ben nu 26, dus.